Robert ten Brink heeft geen problemen met het feit dat hij steeds minder op televisie te zien is. In een interview met het Parool geeft de 68-jarige presentator aan dat hij niet meer in de voorhoede staat en geleidelijk een stapje terug doet. Hij hoeft niet meer te voldoen aan de harde eis van vijf formats per jaar. Ten Brink zegt hierover, namen zal ik niet noemen, maar er zijn collega's die moeite hebben met het afscheid. Ik heb daar geen last van. Als het is afgelopen ga ik door met mijn echte leven. Aanstaande zondag keert Tembrink terug op televisie in de All You Need Is Love Kerstspecial, een programma dat al 31 jaar loopt. Hij geeft aan dat hij er nog steeds geen genoeg van krijgt en dat het hartstikke leuk blijft. Het programma wordt elk jaar gemaakt met dezelfde mensen en voelt als een jaarlijks feestje voor de presentator, ook bekend als Dr. Love.